dit doe ik omdat ik een zeer tere huid heb. En als je een paar uur in die brandende zon staat, dan is dat dus een gevaarlijk. Verder heb je voorbereiding. Papier opspannen, doekjes opspannen, voordat je vertrekt. En dit zijn ingelijste dingen. Je spant het op met dat papier. We gaan zo meteen naar de boulevard. En daar hebben ze vitrinekasten met aquarellen van mij en olieverf van mij neergezet. Met een tekst erbij. Die gaan we zo meteen bekijken. We zijn nu in de galerie en daar zie je een beetje de wat ik door de jaren heen geschilderd heb. En dat is aan de haven, veel op de sleephelling. Dus wel typisch langs het strand, gewoon de zee, aan de haven, in de duinen. De galerie bleef vandaag open omdat er dus kunstroute in het dorp is. Dit valt er net een beetje buiten. Nou, we staan nu bij het informatiecentrum van de Nieuwe Boulevard Scheveningen. En dat is een poster die ze gemaakt hebben. Met Pasen heb ik hier schilderworkshops gegeven samen met twee Amsterdamse kunstenaars van de die lesgeven op een academie daar en nou, dat verliep aardig. En verder zijn hier op de omgang dus allemaal vitrines neergezet met aquarellen die ik gemaakt heb vorig jaar van de veranderingen van de boulevard. Dus dan zie je nou, richting Pier, daar zat ik met Mewe op een zandheuvel, en liet ik gewoon 's nachts die tekening daar liggen, omgedraaid, anders gingen die mee weer erop zitten. En dan zie je paviljoen van Wiet, de stenen, die zie je hier, dat zijn betonnen achtige basalt, namaak basalt stenen die dan door deze machine hierop worden neergezet. Dit was voor zijn post. Waar vroeger de Haagse school schilders de bomschuiten schilderden. Dus nou ja, dat is dan zeg maar wat er in 2010 zeg maar zo plaatsvond. En dat is het veranderlijke. Alle trappen die van de boulevard naar het strand liepen, die hebben ze weggehaald. Alle oude basaltstenen, of niet alle, maar een richel, die laten ze dan nog wel terugkomen. Dus dan heb je toch nog een beetje idee, maar het echte robuuste van echt verdedigen tegen de zee, dat zie je in de nieuwe ontwerpen eigenlijk niet meer. Maar ik probeer alleen maar het veranderlijke weer te geven. Dus dat is wel een aardig ontwerp, zo'n boardbuster.nl. Er staan er vijf van deze vitrinekasten op een paal. Bij de omgang, bij de reconstructie van de Nieuwe Boulevard, is ongeveer 2 kilometer lang. Dat is niet echt veel, maar het is heel apart. En leuk dat de gemeente dat initiatief heeft genomen. En dit is paviljoen van Wiet. Dus een olieverfje in 2010 gemaakt. Een paviljoen van Wiet, een stukje geschiedenis, is. Dat is gebouwd voor koningin Sophie en door koning Willem III in 1826.
En het is nu in gebruik als museum Beelden aan Zee. En Sociëteit de Witte heeft daar zijn, houdt daar zijn bijeenkomsten en muziek en parties. Dus het is een heel, heel mooi gebouwtje. Karakteristiek gebouw aan de boulevard. Oker hebben we natuurlijk nodig, hè? In zo'n aardkleur. Dat is niet giftig. Maar we hebben wel een Scheveningen citroen. Geel. Scheveningen purper. Scheveningen rood. Blauw. Nou ja. Diverse soorten die zijn gemaakt toen in de Scheveningse verffabriek voor Roelofs. En die zat op de Kanaalweg. Wordt nu dus nog steeds gemaakt. Ik sta hier bij Anneloes de Groot. En mevrouw, wat bent u hier precies aan het doen? Ik sta in Scheveningen. Waar een reconstructie van de boulevard wordt gemaakt. En ik ben een schilderes. En ik probeer die tijdelijkheid vast te leggen. Er is een hele serie van gekomen. En vorig jaar, dit jaar, volgend jaar. Dus dat doen we gewoon in drie fases. Ja, en wanneer bent u ermee begonnen met het schilderen van deze schilderijen? Hoe lang geleden? Nou, ik schilder sinds 1979 ben ik van de academie gekomen. Ben ik op Scheveningen gaan schilderen. Dus allerlei veranderingen. Dus aan de haven, Duindorp. Maar daarnaast heb ik ook wel in de stad geschilderd. De tramtunnel, de Hubertustunnel, de Koningstunnel. Veel voor het archief gewerkt en zo. Ja. En nu maakt u schilderijen van de veranderingen van de boulevard, van de zeeverdediging. En wat vindt u nou het leukste om te schilderen? Ik heb bijvoorbeeld wat er verandert, dus bijvoorbeeld die grote trappen. Er stond er bijvoorbeeld één daar bij de naald, dus die zie je dan zeg maar daar. En bij de vuurtoren, dat is nog te zien, een grote trap van echt natuursteen. Dat verdwijnt allemaal. Oh, hij gaat vallen in de wind. Ja. Je hebt te maken met... Het gaat allemaal verdwijnen, maar er komt ook wel weer iets moois voor terug. En als ik nou zo naar de schilderij kijk, dan is het eigenlijk dat u de verdwijning, eigenlijk de verandering, de beweging aan het schilderen bent. Klopt dat? Ja, er zit beweging in natuurlijk. Ja, maar de machines die... Als ze aan het werk zijn, dat beweegt een beetje te snel vaak. En als de rest zeer gedetailleerd is, moet je dus eigenlijk die machines... kan je alleen maar in het weekend schilderen. En dat is het nu dus ook. Want dan staan ze even stil. Ja, en ik begrijp, en het lijkt misschien... Ik vind het wel gek dat u buiten schildert. U maakt niet eerst schetsen en dan gaat u binnenwerken. U gaat echt buiten schilderen. Hoe komt dat zo? Nou ja, dan beleef je dat beter. Dus, dan ben je één met je onderwerp. En kijk, van foto's schilderen, dat is, vind ik niet zo'n kunst. En maakt u dan wel eerst een schets of pakt u meteen een penseel en zet u het meteen zo op? Soms schets je het met een beetje grijs tint. Je moet natuurlijk de verhoudingen goed hebben. Ja, het lijkt wel een hele moeilijke vraag dit. Dit is toch wat u dagelijks doet, schilderen.
Nou, nee, het is, elke keer is het weer een nieuwe uitdaging. Gewoon de zon die draait. Wat voor weer wordt het voor de rest van de dag? Gaat het hard waaien of regenen? Welke hoek wil je geschilderd hebben? En hoe zet je dat in je compositie? Dat zijn allemaal vraagtekens. En hoe bepaalt u dat? Want u zegt net van ja, de weer verandert, de zon die draait, de machines bewegen, het waait op. Op een gegeven moment moet u toch wel een moment kiezen wat het schilderij weerspiegelt, wat u ervan vindt. En hoe kiest u dat moment? Nou ja, je ontbeert natuurlijk ook wel kou en warmte. En ja, god, je moet gewoon je werk doen hoor. Ja, maar u zegt net van de zon draait. Je begint 's morgens om 9 uur hier te schilderen. Je zit op zo'n duintje. Ja. Die machines gaan in beweging. Ja. Het licht verandert. Maar ik zie toch niet de verandering van het licht in het schilderij. Ik zie maar één lichtmoment. Wanneer bepaalt u nou het juiste lichtmoment in uw schilderij? Soms maak je twee schetsen. Dus één 's morgens, eentje 's avonds. En dan zie je dus ook wel hoe het draait, die zon draait. En dan denk je van, nou, dat is dan het leukste moment. En dat ga je dan, op dat moment kom je dan weer terug. Dit is ook 's middags gemaakt, dat het licht zo erop valt. En hoe lang doet u over het maken van een schilderij? Ja, dat is ook zeer verschillend. Het ligt aan de gedetailleerdheid. En hoe lang ik er ook mogelijk voor heb. Dus dat kan variëren. 2-3 uur voor een hele snelle schets. 2-3 weken voor een heel uitgewerkte schilderij. Mevrouw, u bent vorig jaar begonnen, heb ik net begrepen. Welke maand bent u begonnen met schilderen van de schilderijenserie? Ik denk dat het ook zo'n beetje in april was. Ik zat in die tijd in Amsterdam en ik heb, maar het boulevard trok heel erg. Ik heb natuurlijk ook hier een soort galerie. En dat kan ik gewoon niet laten schieten. Het is te interessant en belangrijk voor ook historisch gezien. Vind ik dat de een beetje. Ik ben een van de weinigen die buiten schildert. Dus anders wordt er überhaupt geen schilderij van gemaakt. Ja, misschien van een foto doet iemand dat dan. Hoeveel schilderij ik gemaakt heb, dat is ongeveer 15 heb ik er nu, denk ik. En ik heb gezien dat er in die billboards langs de boulevard staan schilderijen van u met een tekst erbij. En verzint u dan zelf de tekst erbij als het klaar is? Ja, dat moet wel. Dus een beetje historisch inzicht moet je wel ook wel hebben. En zei er straks dat u schildert met Scheveningsverf. En nu is dat heel speciaal, want het is natuurlijk zodanig gefabriceerd dat het tegen het zoute zeewaterlucht kan. En merkt u dat ook als u aan het schilderen bent? De kleuren, lucht of zijn goed bruikbaar, ja. En is het dan op oliebasis die verf of op zout water? Deze verf is olieverf. Daar zijn ze dan ook mee begonnen. Tegenwoordig maken ze ook Schevenings aquarel kleuren. Dus geel, rood, blauw, allerlei tinten. Maar er wordt niet meer op Scheveningen gefabriceerd. De fabriek van Roelofs van de 19e eeuw die is verhuisd naar Driebergen. Als de boulevard klaar is, dat de serie die ik dus ben gestart, nog een keer tentoongesteld kan worden. Dat is het.